De energietarieven waarover er enige tijd onderhandeld wordt tussen de vakbonden en de regering, zullen deze maand uiteindelijk lager uitvallen voor de samenleving. Dit stelde EWS-directeur Leo Brunswijk eerder op een persconferentie. De functionaris legde uit dat de onderhandelingen met de staat niet helemaal rond zijn. Wat die tarieven betreft, weet dat tarieven niet door EWS wordt bepaald, maar door EAS. Maar de overheid, die geeft subsidie. Van IMF is een akkoord bereikt waarbij de overheid minder subsidie of helemaal geen subsidie meer moet geven. Dus het is de overheid, EAS, groep van vakcentrales, de EBS staatsolie, die bezig is te kijken naar een model om dus te komen tot een vergelijk waarbij men dus een redelijk tarief moet gaan betalen aan energie. Brunswijk vindt dat de onderhandelingen binnenkort gefinaliseerd moeten worden. De kwestie van de tarieven ligt momenteel bij de Energieautoriteit Suriname en moet het akkoord met de vakcentrales binnenkort komen.